We spreken met de voorzitter van de moskee vlakbij het station. Kunt u uzelf even voorstellen? Mijn naam is Abdelmajid Khairoun. Ik ben voorzitter van moskee Omar al-Farouk, Islamitisch Cultureel Centrum in Overvecht. Het is eigenlijk meer een Islamitisch Cultureel Centrum. We hebben heel veel activiteit hier in ons gebouw. Van internet, website maken, Photoshop, noem maar op. Bijles, huiswerkbegeleiding, echte kooklessen, veiligheid, onderwijs. Dus al eigenlijk deze dingen die horen gewoon bij ons thuis. Bij ons, wij zijn sowieso een Soenieten moskee, maar echt onze gemeenschap die bestaat uit 37 nationaliteiten. We zijn echt nationaliteitengericht moskeeën waar echt van Afrika tot heel ver Azië. We hebben studenten uit Indonesië, we hebben uit Somalië, uit Eritrea, uit Soedan. Ja, noem maar op. Kan ze echt niet beter, eerlijk gezegd. Hoe was voor u 2014? We hadden echt heel grote problemen met het afkorten van de oudkeren aan de weduwe in Marokko. Dus onze gemeenschap was echt angstig. We hadden ook te maken met onderzoek die SWB moest instellen over de bezittingen van de mensen in Marokko. U zegt dat de SVB, de Sociale Verzekeringsbank, controles uitoefende. Een tijdje geleden heb ik een brief gestuurd aan al die mensen waar zij moeten gewoon aangeven wat zij bezitten in Marokko. Met een identiteitskaartnummer van Marokkaanse, van Marokko. En ja, wij zaten hier de hele dag hier echt maar proberen mensen gerust te stellen. Dat zijn allemaal dingen die heel normaal zijn. En voor jullie misschien dat is nieuw, maar uiteindelijk was echt een hele moeilijke jaar voor ons. En wat eigenlijk nog zwaarder was, en bijzonder in Overvecht, dat ook heel veel jongens zijn eigenlijk vertrokken uit onze wijk Overvecht richting Syrië. Hoe lossen we dat op? Nou, door gewoon duidelijk te maken aan iedereen dat zodra dat je buiten de kader van de islam gaat opereren, dan val je echt gewoon buiten. Zo simpel is dat. Je kan niet echt kinderen gaan vermoorden, je kan echt niet mensen gaan onthoofden, zomaar. En ik wil meegeven aan onze jongen die echt hier in Europa zijn, in het algemeen, dat ze eigenlijk niets te zoeken daar hebben. Omdat het is eigenlijk een hele een moeilijke situatie daar. Wij weten gewoon dat bijvoorbeeld Marokkanen zitten te vechten tegen Marokkanen. De ene hoort bij de ene groep en de andere hoort bij de andere groep. Probeert u dat te monitoren of te voorkomen? Ja, wij zijn echt continu bezig hier met preken, met ook uitlating. Van eigenlijk, dat is eigenlijk niet de manier. Je kan beter eigenlijk maar richten over je studie. Jihad doe je op universiteit, op hogescholen. Dat is echt de beste jihad die je kan hebben. Wij kennen in Nederland het woord jihad als een heilige oorlog en dan vaak in een negatieve zin. Ja. Maar u bedoelt het waarschijnlijk anders. Ja, dat is eigenlijk het verschil tussen het begrijpen in het begrip in Arabisch van jihad en het begrip bij Nederlanders. Nederlanders houden alleen met één betekenis van dat woord, dus een heilige oorlog. Maar bij ons in het islam zijn ook nog 20 betekenissen van het woord jihad. Een van de andere is gewoon probeer je beste voor jezelf. Doe die jihad tegenover jezelf. Probeer jezelf op te voeden, te controleren. Discipline, dat is ook een soort jihad. En als je daar komt, dan is het geen uitweg meer. En eerlijk, het is geen heilige oorlog zoals iedereen denkt. Ik denk echt, hun heilige oorlog is gewoon proberen echt je toekomst hier te zoeken. En gewoon echt die studie hier af te maken. En blijven we gewoon doorzitten. Doorzitten als je ook geen stage vindt. Blijf gewoon zoeken. Als je geen baan vindt, blijf gewoon zoeken. En er zijn echt gelukkig genoeg instanties die echt dat kunnen ook meenemen. Die kunnen ook hulp bieden. Dat hebben we ook heel vaak afgesproken met de gemeente, met de weekbureaus en zo. Alleen jammer genoeg wordt eigenlijk geen beroep gedaan op deze instanties. Maar die instanties die zijn echt bereid om toch mensen te helpen. We gaan ook door met echt lezen, preken. In het hele land is dat nu echt gaande. Het is niet echt alleen hier, maar als je nu eigenlijk een beetje aan het eind van de jaar een beetje googelt, dan vind je echt de meeste moskeeën zijn nu eigenlijk bijeenkomsten, lezingen. En meest gaande over de middelweg, de middelmanier van geloven, al-wasatiyya in de islam. Dus eigenlijk de middelweggroep. Wat is uw hoop voor 2015? Een soort echte samenhorigheid kunnen leven, dat wij meer dichter bij elkaar moeten komen, dat wij meer begrippen voor elkaar moeten komen, dat wij elkaar moeten steunen, dat we echt niet meer jij en ik verhaal, dat is nou echt verleden tijd. We hebben ook te maken bijvoorbeeld hier met voedselbanken, waar mensen echt moeilijk hebben, die hebben echt groot financiële problemen. Ja, wij helpen ook voor onze organisatie, dus wij doen gewoon mee in de week en wij blijven het gewoon doen met de hoop dat wij toch iets kunnen veranderen.